Hey, welkom ambitieuze topper. Superleuk dat je hier bent en dat je vandaag wil luisteren naar deze nieuwe aflevering. Mandy, super welkom. Leuk dat jij vandaag wil Dankjewel. aansluiten. Ja, Wil jij jezelf superleuk. even kort voorstellen? Wie ben je, wat doe je en voor wie? Nou, ik ben Mandy en ik ben VA dus. En ik werk voornamelijk voor ja, klanten in best wel breed verschillende branches. Ik heb, ondanks dat mensen dat zeggen dat je één niche moet kiezen, heb ik het lekker breed gehouden. En werk ik voor klanten in marketing, voor een aantal psychologen, coaches. En ik heb in het verleden ook voor boekhouders gewerkt. Dus lekker breed. Ik vind het vooral heel leuk om die verschillende branches te zien, omdat je dan ook wat meer kennis krijgt van die verschillende branches. Hoe zit het daar in elkaar? Wat doen ze? En zo ja, vind ik het gewoon fijn om die diversiteit te hebben. Ja, superleuk. Ja, we hadden het net heel even kort in het voorgesprek over van hoe lang geleden is het dat je de opleiding hebt gedaan bij de VIA Business Academy? En dat is alweer ruim 4 jaar geleden, hè? Ja, in 2020 ben ik inderdaad gestart. En Ja. dat kwam vanuit een burn-out. Ik had privé en werk gerelateerd, liep het allemaal een beetje op. En tijdens mijn burn-out ben ik vooral gaan nadenken van, hey, wat vond ik nou eigenlijk leuk om te doen in loondienst? En dat was toch wel, onderaan de streep kwam ik telkens terug bij het ervoor zorgen dat anderen verder kunnen. Dus collega's of klanten, dat die verder kunnen in hun werkzaamheden. En ik vond het leuk om bezig te zijn met automatiseringen, met procesoptimalisatie en dat soort dingen. En toen kwam ik steeds vaker de advertentie tegen van jullie, de opleiding. En dat ben ik eens in gaan verdiepen. En dat vond ik wel heel erg interessant, sprak me aan. En sindsdien is het balletje gaan rollen. En merkte ik dat ik, toen ik na het eerste gesprek met Dennis, wel enthousiast was. En ja, ik merkte tijdens de opleiding dat ik er wel energie van kreeg. Dus ik wist dat dit mijn pad was. Of is nog steeds, want ik doe nog steeds natuurlijk. Ja. En ja, zodoende ben ik dat dan gaan uitbreiden en groeien. En niet meer terug geweest in loondienst. Nee. Hey, en dat stukje van een burn-out. Ik merk dat best wel veel vrouwen een burn-out hebben gehad of in een burn-out zitten. Als jij nu terugkijkt op die periode en ja, vanuit die burn-out heb je eigenlijk die stap gezet naar het starten van je eigen VA-bedrijf. Hoe kijk jij nu terug op die periode? Van waar je was naar hoe het nu met je gaat? Ja, nu gaat het wel een stuk beter. De burn-out is ook voornamelijk gekomen omdat het natuurlijk aan een bepaald verwachtingspatroon ja, niet per se moest, maar ik dacht dat het moest voldoen. En ja, veel over eigen grenzen heen gaan, het allemaal maar goed willen doen voor een ander eigenlijk. En toch een bepaald pad wandelen wat uiteindelijk bleek ja, misschien niet helemaal voor mij weggelegd was. En ja, op dat moment zat ik natuurlijk wel echt in een dal. In die periode ben ik ook nog gescheiden van mijn toenmalige partner. Dus die scheiding kwam er ook nog bij om dat allemaal te regelen. De woning die moest verkocht worden. Dus ik was wel echt ja, onderaan in de put. En ik moest ook lang wachten op hulp. Om ja, het traject met de psycholoog. En om die reden kon mijn toenmalige werkgever ook niet mijn contract verlengen. Ik was toen net nieuw gestart daar. En ja, die wilde niet voor mijn ziek zijn betalen. Wat ik natuurlijk ook begrijp. Maar ik kon niet binnen de deadline eigenlijk die ze mij hadden gegeven. Kon ik niet, ja, lukte gewoon niet om terug te komen. Omdat ik gewoon ook geen hulp had gehad. Nou, tijdens dat traject met psycholoog kwam het toch wel naar voren. Dat natuurlijk veel aan het verwachtingspatroon had voldaan. Dat probeerde ook te volgen. En ja, er ook wel achter kwam dat natuurlijk veel over mijn grenzen werd gegaan. Ik kon moeilijk nee zeggen tegen mensen vooral. En ja, dat zorgde er wel voor dat ik ook weinig tijd en rust nam. Ja, nadat eigenlijk alles een beetje afgerond was met die scheiding en dergelijke. En natuurlijk heb ik daar ook nog een steek van gekregen op persoonlijk vlak. Omdat ja, je voelt je gewoon echt minder waardig, minder zelfvertrouwen.
En met de opleiding en het groeien in het bedrijf. En ik heb daarna ook een coach in de arm genomen om mij daar ook iets meer mee te helpen. Die dus echt ook specifiek iets van ondernemen weet. Weet wat het is om VA te zijn. Want zij was voorheen ook een VA. Die me dus wat meer aan de hand kon nemen. Van hey, zo werkt dat in dit deze situatie en in deze branche. En ja, daar natuurlijk ook heel veel van geleerd. En zo kwam ook steeds meer het zelfvertrouwen ook weer terug qua onderneming. Want ik had voor mijn VA-bedrijf opstart ook al een onderneming in gepersonaliseerde artikelen, een webshop. Dus ik bedrukte voornamelijk kinderkleding. Dat doe ik overigens nog steeds. Maar ik merkte dat het daar ja, met het VA toch wel wat meer, meer vertrouwen in kreeg. En ook op persoonlijk vlak werd het beter ontwikkeld. Ik kon beter nee gaan zeggen, beter grenzen aangeven. En dat merk je ook wel heel erg terug in het ondernemerschap. Dat daar ook nog wel... ja, soms is het natuurlijk ook gewoon nog steeds lastig. En heb ik daar moeite mee. Vooral als een samenwerking niet helemaal lekker loopt, vind ik het lastig om die te beëindigen. Ik probeer dan, denk ik, toch iets te lang van, hey, kunnen we het nog recht trekken? Ja, ik merk dat ik dan zelf toch ook iets meer in meega om dan maar te handelen naar hoe de klant wil samenwerken. En dat, ja, dat gaat gewoon niet altijd. En zeker niet ook als je meerdere klanten hebt en op een bepaalde manier wilt werken en wat voor mij belangrijk is in de samenwerking. Ja. Maar het gaat wel steeds beter. Het lukt ook steeds beter. Ik heb ook een paar samenwerkingen zelf beëindigd in de tussentijd. En allemaal op goede voet hoor. Dus allemaal met goed fatsoen uit elkaar gegaan. En ja, zo ben ik nog steeds ook wel bezig om te kijken naar die balans tussen het werken, het uitvoerend werken, het werken voor mijn bedrijf en natuurlijk privé. En ik merk dat ik daar nog wel een beetje zoekend in ben. Gaat wel steeds beter. Ja. Ja, ik denk dat dat wel heel vaak een uitdaging blijft. Zeker in de maatschappij, in deze westerse wereld waarin wij leven, waarin het allemaal zo vlug gaat, word je steeds weer terug op jezelf geworpen in dat je zelf kan afvragen, oh, wat vind ik belangrijk? Wat heb ik nodig? Wat heeft de ander nodig? Hoe kunnen we daar een balans in vinden? Ja, dus dat is inderdaad... Het gaat tegenwoordig ook allemaal steeds sneller. En dat merk je ook bijvoorbeeld met de webshop. Pakketjes die moeten morgen, ja, de volgende dag binnen zijn. Als er ja, dingen gedaan moeten worden, dan is het meer van het had 5 minuten geleden al klaar moeten zijn. Het gaat ook allemaal wel steeds sneller. Die verwachtingen die worden ook steeds hoger. Net als vroeger, dan werd het natuurlijk... 2 verdieners, dat moet ook bijna tegenwoordig. Wil je een gezin runnen? En vroeger was het ook heel anders. En dan was het wat meer, ja, wat gemoedelijker, denk ik. Ook met de verwachtingen naar een ander toe. En je merkt het ook wel in de maatschappij dat de verwachtingen steeds hoger liggen met de kennis die je hebt. En het uitvoerend werken. Dat het gewoon steeds sneller moet. En daarom denk ik ook dat er steeds meer jongeren ook in een burn-out terechtkomen. Eigenlijk heel zonde is. Ja, absoluut. Merk je vaak al school en zo. Ja. Hey, en als je nu kijkt naar... Je had een webshop toen jij startte als VA. En toen ben jij als VA gestart. Wat was voor jou de reden om als VA te starten? Buiten dan wat je net vertelde. Hè, van goh, ik zit in een burn-out. Van goh, hoe is dat voor jou geweest toen? En wat heeft het je allemaal opgeleverd? Dus wat heeft het je gebracht? Door mijn burn-out ben ik er wel achter gekomen, waardoor ik dus op dat moment in die periode niet lekker in mijn vel zat. En ik ben eigenlijk gaan starten met VA, omdat ik dus... Ja, het terug in loondienst, dat zinde mij ook niet helemaal. Dat voelde ook niet helemaal oké. En... ja, en ik ben wel een beetje allemaal van het alles gebeurt met de reden. Dus ik kwam 100 keer per dag zo'n advertentie van jullie tegen. Waardoor ik dacht, ja, nou moet ik er echt even een keer naar kijken. En toen, dat klonk allemaal heel goed, interessant. En precies datgene wat ik leuk vond in loondienst om te doen. Hè? Dus het
het ondersteunen van collega's, van klanten, zodat zij verder kunnen. Ja, dat kwam natuurlijk heel erg naar boven in, als VA in het vak. En toen dacht ik, ja, de combinatie van een eigen onderneming hebben, de ambitie om een ondernemer te zijn, dat wat ik natuurlijk al was. En aan de andere kant precies die taken kunnen doen die ik eigenlijk zo leuk vond in loondienst. Nou, dat was gewoon natuurlijk een match made in heaven. Dus ja, dat was voor mij eigenlijk geen twijfel over mogelijk dat het iets voor mij was. Ja. Is. Mooi, mooi. En wat heeft het je tot nu toe allemaal opgeleverd sinds dat je die stap hebt gezet? Het heeft me opgeleverd dat ik fulltime kan doen wat ik leuk vind om te doen. Mooie samenwerkingen waar ik ook heel veel van geleerd heb. Een van mijn eerste klanten werk ik nog steeds mee. Dus dat is ook wel heel mooi. Ik ben ook heel erg van het zo lang mogelijke samenwerking aangaan. Om echt samen iets op te bouwen. En dat vind ik ook wel heel mooi in onderdeel zijn van een team, van een bedrijf, om die ook te laten groeien. En inmiddels kan ik wel een mooi lijstje aan klanten opschrijven die ik heb. En de ene samenwerking, dat is meer op projectbasis, dus dat is niet per se elke week uren die ik daarvoor krijg. En andere samenwerkingen zijn misschien wel 20, 25 uur per maand. En dan hou ik dan bijvoorbeeld wel elke dag de e-mail bij, wat onboarding en offboarding en administratie bijvoorbeeld. Dus dat is wel heel leuk en ook de afwisseling daarin. Dus ik mag niet klagen. Het heeft heel veel werkplezier opgeleverd en ook heel veel vrijheid. Ja, zeker heel veel vrijheid. Dat is ook een stukje wat ik natuurlijk als achterliggende gedachte had. Van, het is wel heel fijn om die vrijheid te kunnen hebben. Toenertijd merkte vooral met name de burn-out is natuurlijk lastig om bepaalde tijden iets te doen. Dus die vrijheid op dat moment was voor mij ook heel prettig. Natuurlijk is dat in de loop der jaren wel weer wat structureler geworden. Wat meer een planning ook. Maar ik merk wel dat die vrijheid heel prettig is. En ik merk het ook met name in rondom mijn dierbaren. Als een van mijn dierbaren bijvoorbeeld weggebracht moet worden naar het ziekenhuis of iets dergelijks. En dan niet per se heel negatief, maar voor een controle. Of dat ze daarna gewoon niet mogen rijden in verband met bepaalde vloeistoffen die ze binnen hebben gekregen. Dan vind ik het ook fijn om dat te kunnen en mogen doen. Dat ik ervoor kan zijn. Of bijvoorbeeld als mijn neefjes opgevangen moeten worden van school of een oppas nodig hebben voor een paar uurtjes, dan kan ik dat ook gewoon doen en dan kan ik het ook inplannen. En dat vind ik ook heel erg prettig. En deze manier van werken om een eigen onderneming te hebben en die vrijheid te kunnen hebben. Ja, dat en dat is ook een van mijn slogans, mijn teksten die ik altijd gebruik, is dat ik ondersteun andere ondernemers zodat zij meer de zaakjes vrije tijd hebben om te doen waar hun passie ligt. Ja. Dus dat komt wel ook heel erg terug in mijn bedrijf. Ja. Dat vind ik ook heel erg belangrijk dat een ander ondernemer dat kan, maar ook dat ik dat zelf kan. Ja, ja, fantastisch. En ik denk wat ook heel inspirerend is, je zat in een burn-out, maar dat niet alleen. Je bent ook nog eens in een scheiding terechtgekomen. Ja. Dus moest je alleen verder. Er zijn ook best wel veel vrouwen die stap naar ondernemerschap willen zetten. En die bijvoorbeeld alleenstaand zijn. En zoiets hebben, maar dan wordt de schrik nog groter van, jij zat al in die situatie. Je had al gekozen voor het VA-schap toen dat gebeurde. Of had je toen niet ervoor gekozen? Ja. Ja, ik had er wel al voor gekozen. De scheiding is niet veel later daarna gekomen. Het was daarvoor wel al een beetje wat kabbelend van, welke richting gaan we op? Het was het echte vlammetje, zeg maar, dat was wel een beetje wat kleiner geworden. Maar niet met de intentie of dat we erover hebben gehad van, we moeten er nou echt aan de bel trekken om het nog te kunnen redden. Het kwam eigenlijk ook een beetje, enerzijds wel uit het niets en anderzijds niet uit het niets natuurlijk. Want, als je achteraf terug gaat kijken, dan
merkte je wel dat de laatste periode natuurlijk wel minder was. Maar op een gegeven moment koos hij ervoor van ik wil niet meer verder, ik wil er ook niet meer voor vechten. En dat is natuurlijk ook een zin die heel erg binnenkomt. Je bent het niet waard om voor te vechten, werd er eigenlijk tegen mij gezegd. Wat dus natuurlijk om die reden heel erg wat heeft gedaan met mijn zelfvertrouwen. Met de waarde die, en hoe ik mezelf zag. Maar ook heel erg geleerd dat natuurlijk zijn stuk is. En dat er wel mensen zijn die voor mij willen vechten. Want in de tussentijd ben ik hertrouwd met mijn beste vriend. Die toen dat tijd ook al een bekende was. Okay. Dus het kan, het komt wel weer goed. Ja. En dat was ook heel erg van het komt goed. Misschien nu niet. Misschien zie ik het ook niet op dat moment. Maar ik weet dat het goed gaat komen. En wat ik al eerder benoemde van ik heb heel erg de instelling alles gebeurt met de reden. En op, ja, op zo'n moment weet je misschien natuurlijk niet meteen de reden. En denk je van ja, waarom overkomt het mij? Maar achteraf kan ik er wel op terugkijken van dit was wel nodig om verder te komen. En dat is misschien niet de leuke manier. En ook misschien ja, niet de makkelijkste manier. Maar ik denk ook dat dit het nodig is geweest om ervoor te zorgen dat ik echt voor mezelf ging kiezen. Om mijn eigen pad te bewandelen. Alles kwam, ook echt alles kwam tegelijk op dat moment natuurlijk. Burn-out en scheiding. Maar het heeft allemaal wel de onderliggende dingen die wel met elkaar verbonden zijn. En dat heeft ook echt een stukje met het kijken op mezelf en kijken naar mezelf te maken. Ja. En ja, zodoende is dat wel, heb ik er ook veel weer uitgehaald en veel van geleerd. Dat had ik gewoon nodig om echt eens een keer te luisteren naar ja, wat ik nodig heb en wat mijn lichaam nodig heeft. Ja, en, een hele grote transformatieprocessen, hè? Het is ja, zeker. Dus, maar als je daardoor ja, heen gaat, daarna ontstaan er wel hele mooie dingen. Ja, zeker. Dan komt het, dan stroomt het ook wel meer. Dan komt het wel meer naar je toe. Kijk, als je zelf in een blokkade zit, dan blijft alles wat je probeert ook in een blokkade. En als je wat meer open staat voor ja, wat er naar je toe komt, die kansen grijpt die je gegeven worden. Soms zie je die kansen niet meteen, maar ze zijn er echt wel en ze komen er ook echt wel. En als je die grijpt, dan ontstaan er echt hele mooie dingen. Misschien soms op plekken waar je vond dat je het echt helemaal niet weet. Ja, een paar van die dingen is natuurlijk heel leuk om te vertellen, is dat een van mijn klanten mij heeft ook voorgedragen bij andere ja, nu klanten dus. Ja. En wat natuurlijk leuk is om te vertellen, is dat ik jou weer tegenkwam na zoveel jaar bij een van mijn klanten. Ja, precies. Ja. Dus dat is ook wel heel mooi. En er zijn ook, dat zijn ook momenten waarvan je het eigenlijk niet verwacht, dat er wel weer mooie samenwerking ontstaan. En natuurlijk nou deze leuke podcast samen, wat daar eigenlijk ook uit is ontstaan. Ja, ja, dus klopt. Op die manier kom je echt wel leuke dingen tegen op je pad. En, ja, klopt. Dat als je in zo'n situatie zit en ook voor, ja, voor alleenstaande vrouwen die de ambitie hebben om een onderneming te hebben. Natuurlijk komen er heel veel negatieve gedachten van ik kan dat niet alleen. De inkomsten moeten financieel stabiel zijn. Al dat soort negatieve gedachten zijn allemaal negatieve belemmeringen om het niet te doen. Ik heb ze heel veel gehad. Mm-hmm. Van in financieel niks. Geen koopwoning meer. Geen baan en lonies wat ik daarvoor nog had om geld uit te trekken. In die zin dat ik financieel onafhankelijk was. Al die belemmeringen heb ik ook gehad. Al die negatieve gedachten. Maar het zijn maar negatieve gedachten. Het zegt niets over de waarheid. Dus probeer dat ook op die manier te zien. En als dit is wat goed voelt, als dit is wat je eigenlijk diep van binnen het liefste wilt, dan moet je het ook gewoon doen. Ja. Neem dat risico. Ja, ja. Ja, want je zegt van, goh, ik heb ook die angst en die belemmerende overtuigingen toen destijds gehad. Zeker. Maar je bent niet terug gaan rennen naar loondienst. Nee. Nee, precies om die reden, zeg maar, van, ja, een loondienst voelde gewoon niet goed. Ik wist dat dat niet op dat moment niet voor mij zou werken. Ik zou dan ook weer een nieuwe werkgever moeten zoeken. En ja, kijk, het voordeel was dat ik natuurlijk al wat had geproefd van het ondernemerschap vanwege mijn webshop. Maar dat was ook best wel kleinschalig. Dus het
was ook wel weer niet helemaal benoemenswaardig van, nou, ik ben al ondernemer. Mm. Dus ik weet helemaal hoe het in elkaar zit. Natuurlijk weet je het niet van tevoren. En ook als je, weet ik hoeveel jaar ondernemer bent, dan loop je nog steeds tegen dingen aan. Dus daarvoor hoef je het ook niet te laten, als je die ambitie hebt. Ja, het is gewoon... Die angsten, die negatieve, iedereen loopt er tegenaan. Elke ondernemer is er tegenaan gelopen. Of je nou wel helemaal goed in je vel zat of niet. Je hebt altijd wel van die gedachtes van, ja, en hoe moet ik dat nu dan aanpakken? En ben ik wel goed genoeg? Weten klanten mij wel te vinden? Er zijn al zoveel VA's. Moet ik het nou nog wel gaan doen? Ja. En elke keer is het antwoord weer ja. Want jij bent uniek en ja, er is niemand anders op de wereld die zo is als jij. En er zijn zoveel verschillende ondernemers. De een die zoekt een hyperactieve, op de voorgrond staande persoon. En de ander die zoekt juist iemand die weer heel zelfstandig werkt, heel terughoudend is. Of misschien juist, ja, echt alle kanten kan het op. En daarin zit ook gewoon heel veel verschil in karakter en... De ene kiest er juist wel voor van, nou, ik wil iemand die even op de voorgrond staat, alles zelf doet en niks overlegt. En een ander ondernemer vindt het juist wel heel fijn van, goh, als je iets hebt of een idee hebt, dan vind ik het heel tof. Maar ik vind het wel fijn als je het eerst even overlegt, voordat je iets door gaat voeren. Ja. En zo zijn er dus ook heel veel, ja, die verschillende dingen in karakter zoeken. Kijk, ja. Ik ben heel rustig van mijzelf. Dat weten mensen ook. En sommige ondernemers die vinden het juist heel prettig. Van, nou, die zeggen dan ook, ik ben heel actief. Ik zie door de boom het bos niet meer. Een complete chaos. En ik vind het zo fijn dat jij lekker rustig bent. En je houdt het overzicht en een structuur. Ja, dat ben ik. En dan zoeken mensen, of ondernemers zoeken daarna gewoon naar. En ja. Een andere ondernemer die zegt van, nou, ik zoek iemand die lekker mega-otisch kan zijn. Ja, op wat voor manier dan ook, wat ik dan bijvoorbeeld niet ben. En dan is het ook gewoon heel eerlijk om te zeggen, nou, ik ben dan niet jouw VA. Ja. Ja. Dus ja, er zijn heel veel ondernemers of startende ondernemers of misschien mensen die nou denken, ja, is dat VA, is dat wel iets voor mij? En die belemmerende overtuigingen hebben van, ja, er zijn al zoveel VA's. Ja, er zijn heel veel VA's, er zijn ook heel veel timmermannen, maar er komen nog steeds heel veel timmermannen bij. En... VA's, ja, dan kun je door het hele land zijn, kun je over de hele wereld zijn. Ook als je in het buitenland zit, kun je nog steeds gewoon VA zijn. En dat is gewoon het fijne aan het online werken ook. Ja. En ja, het hangt echt van de persoon af. En jij bent uniek, dus er is echt wel iemand die jou zoekt. Ja, jij benoemt dat nu een aantal keren. Jij bent uniek, hè? En er zijn ook echt heel veel vrouwen die zo ontzettend graag de stap willen zetten naar het ondernemerschap. Ja. Maar inderdaad, de belemmerende overtuigingen en de angsten en de twijfels. En vooral inderdaad wel van, oh ja, waarom zouden ze voor mij kiezen? Kom ik wel aan voldoende klanten inderdaad? Van, goh, er zijn al meerdere VA's. Jij hebt je daar wel behoorlijk doorheen geworsteld. Ook wel met ja, de scheiding en toch je deuk in je zelfvertrouwen. Als jij nu terugkijkt op die reis, want ja, je VA-bedrijf staat succesvol. Wat zou dan een belangrijke tip zijn die je mee zou willen geven aan vrouwen die nog in dat proces staan? Goeie tip. Ja, onderaan de streep is het gewoon doen. Neem dat risico. Ja. En hoe groot is het risico? Ja, kijk, als het niet lukt, dan lukt het niet. Dan schrijf je gewoon weer uit. Ja. En als het wel, ja. En ik ben daar heel nuchter in. Van, het kan of goed gaan of het kan niet goed gaan. En als het niet goed gaat, dan ga je gewoon weer terug in loondienst. En dat was ook heel erg waar ik mij aan vasthield. Van, als het niet lukt, geef jezelf wel de tijd. Dan moet ik het wel bij je zeggen. Geef jezelf echt de tijd om te groeien. Ja. Want je kunt niet binnen een week, ja, sommigen denken van wel tegenwoordig, maar je kunt niet binnen een week ineens een miljoenenbedrijf hebben, moet je ook niet willen. Nee. Je moet jezelf de tijd gunnen om te groeien daarin, zeker als je ook in zo'n situatie zit van belemmerende overtuigingen, van misschien
ja, wat minder zelfvertrouwen, dat moet ook groeien. Dat is ook een proces, dat groei je ook in het ondernemerschap. En ja, waar ik mij dus inderdaad heel erg aan vasthield, van als het niet lukt, kan ik gewoon weer terug in loondienst. Ik heb mijn diploma's, ik zat in loondienst, dus er zijn werkgevers die mij wel willen. Ja. Ja, dus ik kan gewoon weer in loondienst. Als het niet lukt, kan ik gewoon weer in loondienst. Dus er is niks verloren, je verliest niks. Nee. Het is niet dat je dan ineens helemaal niks meer hebt of zo. Je kunt, ja, als het ene pad gewoon iets te veel blokkades heeft, of voor blokkades zorgt, of de grote heuvels of bergen of whatever je dan ook tegenkomt, dan sla je gewoon even een keer af en dan ga je even een ander pad in. Het is niet dat het pad dat je opgaat, dat voor altijd zo moet blijven. Je gaat links, je gaat rechts, wat ik heel vaak deed voordat ik die burn-out kreeg, is eigenlijk altijd alleen maar rechtdoor gaan. Ja, dat wil je ook niet. Nee. Je wil niet altijd alleen maar rechtdoor blijven gaan. Je moet op een gegeven moment een keer links of rechts, want anders blijf je maar in deze situatie hangen. Ja. Dat bedoel ik er eigenlijk mee te zeggen, van je kunt niet altijd alleen maar rechtdoor blijven gaan, want je mist zoveel links en rechts. Kijk eens een keer naar links en rechts. Want daar liggen zoveel kansen. En dus daar heb ik me heel erg aan vastgehouden van, nou, als het niet lukt, is niet erg, dan kan ik gewoon weer een loondienst. Ja, en die gedachte is waarschijnlijk nog steeds. Hè? Ja, als ook dat, ja. Maar nooit toegepast. Ja, sterker nog, ik heb een paar jaar terug, mijn bedrijf bestaat al een paar jaar natuurlijk. Ik heb vorig jaar, denk ik, vorig jaar zijn wij, of inmiddels 2 jaar geleden zelfs, het gaat allemaal zo vlug die tijd. 2 jaar geleden hebben we in een situatie gezeten en ik heb natuurlijk die woning moeten verkopen. De woningmarkt is natuurlijk, iedereen kent het wel, is gewoon niet prettig. En met mijn huidige man zaten we in een huurwoning die gewoon veel te duur was. Waardoor wij op een gegeven moment wel wat problemen kregen met, we kwamen wel rond, maar we konden ook niet leuke dingen gaan doen. Dus we waren eigenlijk alleen maar werken om te werken, om het geld om mijn huur te kunnen betalen. Nou, dat zo staan wij niet in leven, niet meer in althans. Zo hebben we wel een leven gestaan. Werken voor je geld natuurlijk, dat doen we nog steeds. Is ook belangrijk, maar je moet ook kunnen leven. Elke dag kan de laatste zijn en zo staan we er tegenwoordig in. Ja. Maar wat wij dus merkten is dat we er heel erg tegenaan liepen. En toen heb ik ook echt wel weer die gedachtes van gehad van, ja, ik moet daar weer een loondienst. Want anders dan komen we niet rond. En toch heb ik dat niet gedaan. Ik heb er wel regelmatig naar zitten kijken of er vacatures waren, maar toch niet die stap gezet om mensen aan te schrijven om in loondienst te gaan. Nee, ik ben er juist voor gaan kiezen om mijn bedrijf wat meer aandacht te geven in die zin. Klanten te werven, bestaande samenwerkingen te bespreken van, goh, zou ik misschien iets meer kunnen doen voor je? Op andere werkzaamheden bijvoorbeeld kan ik nog iets meer uit handen nemen. En ook een stukje mindset. Van, ik kan natuurlijk heel blijven denken van, ja, dit gaat ons niet lukken. We hebben het financieel slecht. We moeten iets gaan doen. Dus weer al die negatieve gedachten. Dat ben ik op een gegeven moment gaan omzetten van, nou ja, het was er toen op dat moment niet. Maar ik kon wel steeds meer van, ja, we hebben het goed nog. We hebben het dak boven ons hoofd. We kunnen rondkomen. Ik ga weer meer focussen op wat wel naar mij toe komt. En het gaat naar mij toe komen. Klanten komen echt wel naar mij toe. En zodoende had ik binnen een paar weken weer een paar nieuwe samenwerkingen. Dus echt die mindset proberen om te zetten naar juist positief benadering. En dat zorgt echt wel voor weer nieuwe kansen. En het is ook gewoon een les. Ik krijg ook heel vaak gewoon lessen achteraf. Lessen, op dat moment denk ik van, ja, wat is dit nou? Ik heb bijvoorbeeld 1 samenwerking gehad dat uiteindelijk bleek een oplichter te zijn. Ik heb daarvoor, toenertijd dacht ik, oh mooi, ik kan lekker veel uren. Dat was precies in die tijd, in die situatie van die financiële onzekerheid. Dat was iets van, ik denk 28, 32 uur per week. Zou ik dan VA kunnen zijn? Gewoon vanuit huis, was ook niet in loondienst, had ook een goede afspraak en contract voor getekend, van hè, ik ben niet in loondienst. Uiteindelijk bleek dat ze zeiden dat het bedrijf failliet zou gaan en dat ik mijn factuur kon sturen. Nou, ik heb mijn factuur natuurlijk gestuurd. Het ging echt wel om een paar duizend euro in die eerste maand.
Dus het was het zo lekker tikken. Maar uiteindelijk bleek dat dus geen contact meer kunnen krijgen. Ook niet met de contactpersonen die mij vooraf eigenlijk hebben aangedragen bij dat bedrijf. Ik heb ook gewoon een videocall met ze gehad. Dus het voelde allemaal op het begin. Dacht ik, er is niks aan de hand. Daar ga je ook niet vanuit dat mensen op die manier werken. En uiteindelijk bleek dat dus allemaal opgelicht te zijn. Ook de website van het bedrijf was ook helemaal uit de lucht. Contactpersonen, die telefoonnummers, die werkten niet meer. Ik heb toen nog een incasso ingeschakeld, maar dat mocht allemaal niet baten. Dus ik ben er heel erg in verloren, zeg maar. En ook natuurlijk weer dat stukje van, dat het vertrouwen in mensen en in jezelf. Van, hoezo heb ik dat niet aanzien komen? Je gaat toch wat meer letten op nieuwe samenwerkingen. Dat je daar toch wat voorzichtiger in bent. En het heeft me wel, die factuur ging toch echt wel om een paar duizend euro. En uiteindelijk heb ik er ook wel weer mijn les uitgetrokken. Want in die paar weken daarna gebeurde eigenlijk hetzelfde. En dan, niet dat ik weer daadwerkelijk opgelicht ben. Oh. Maar wel op de manier van, hoe deze communicatie verloopt en wat zij willen, wat ik niet wil, dat begint heel erg te lijken op. En toen dacht ik, dit is een les die je krijgt. Dit is weer diezelfde kans. Kies ik nou weer voor, lekker makkelijk, veel uurtjes, lekkere inkomsten krijgen? Of kies ik nou voor het nee zeggen? Dus ik kreeg weer die les van, zeg nou eens een keer nee. En toen heb ik nee gezegd. En uiteindelijk kwam daarop dus wel weer goede samenwerkingen. Dus het is ook een stukje mindset. Het is ook wel lessen. Je krijgt gewoon gedurende het proces echt wel lessen. En de ene keer pak je het goed op. En de andere keer pak je het blijkbaar niet goed op. Zoals ik deed. Maar daarna krijg ik wel weer een nieuwe les. En dus zo sta ik er ook echt wel in. Wat je aantrekt. En alles gebeurt met een reden. Dat was gewoon, die opleiding was gewoon echt de reden, vind ik, achteraf gezien. Was gewoon de reden dat ik echt nog steeds meer nee mocht zeggen. Steeds meer voor mezelf mocht kiezen. En op een andere manier die les krijgen, zou ik dan misschien niet gezien hebben of verkeerd opgepakt hebben. Dus het was gewoon nodig voor mij, blijkbaar. Ja. En ik heb er natuurlijk weer veel uitgehaald. Ja. En in geval bestaat. En in principe gaan alle samenwerken goed, hoor. Ja, ja, want vertel eens, waar word je het meeste blij van in je werk? Met je klanten en in de werkzaamheden? De werkzaamheden zelf vind ik voornamelijk een stukje administratie. In combinatie met ook optimalisatie van processen. Ik vind het heerlijk om procesbeschrijvingen te schrijven. Ja. Ook in Lonisch altijd heel leuk gevonden. Mensen kijken me soms aan van waarom vind je het leuk? Maar ik vind het heel leuk. Dus echt met ook gewoon goede tekst en afbeeldingen erbij. En automatisering. Ik vind het heel leuk om nieuwe systemen te ontdekken. Om ermee mee te werken. Om die koppelingen te leggen. En dus onderaan de streep dat mensen beter kunnen werken. Daar komt het weer. Ja. Dat anderen er beter van worden. En dat anderen meer en beter mee kunnen werken. Dus qua werkzaamheden vind ik dat voornamelijk met betrekking tot automatisering, optimalisering en een stukje administratie. Mm-hmm. En ik vind het heel tof als klanten. Het is gewoon altijd leuk om complimentjes te krijgen. dan heb je iets weer uitgezocht of een koppeling gemaakt of iets. Van dit is ook mogelijk binnen jouw bedrijf, binnen jouw systemen. En je hoeft er niet eens iets extra voor te betalen. En dan de reacties die je krijgt. En daar dan denk je, daar doe ik het toch echt voor. Ja. Dus echt dat zij blijer worden van jouw samenwerking. Van jouw, wat je nou hebt uitgevoerd. Mm-hmm. En dan denk ik, dat geeft wel echt de voldoening. Ja. Ja, absoluut. En hoe was dat bij jou toen je nog als VA werkte? Ja, dat viel mij ook heel erg op, dat enorme waardering die ik krijg ten opzichte van loondienst. Ja, hoe blij ze zijn met inderdaad, als je een idee hebt of een verbetering of iets hebt gedaan. Of dat dan af en toe ineens een cadeautje op werd gestuurd met de post. Dat je denkt, hè? Of een bos bloemen met een kaartje.
Vooral het... Ja, ik heb nog met kerst nog nooit zoveel cadeautjes gehad. Echt, hè? Ja, dat is zo. Ja, ze zeggen wel eens zo uit het werken als VA is dat niet heel alleen en eenzaam. Maar sinds die stap die ik toen zelf ooit heb gezet, is mijn wereld alleen maar groter geworden. Veel meer waardering, veel meer voldoening, groei, ontwikkeling, vrijheid. Ja, je kan het eigenlijk zo gek niet bedenken of... Dat is ontstaan. En, ja. En met name... Kijk, vrijheid is heel fijn. En belangrijk. En geld om rond te kunnen komen is ook belangrijk. Maar vooral die voldoening, die waardering en die zingeving. Dat je opstaat en je denkt... Ja, ik heb weer zin in mijn dag. In plaats van... Poeh, ik moet weer naar mijn werk. Ja, dat is onbetaalbaar. Ja. Ja. Ja, en wat is... Waardering inderdaad, daar... Als je terugkijkt naar het mooiste compliment wat je gekregen hebt, de mooiste waardering van een klant, waar moet je dan als eerste aan denken? Ja, het eerste reactie dat dan in mij opkomt, is dat, dat je om reacties om je oren geslingerd krijgt van je bent geweldig en... Zo fijn dat ik met jou samenwerk. Je geeft mij rust. Je geeft mij overzicht en structuur. En soms kan het zo overweldigend zijn wat ik binnenkrijg. Zei een ondernemer laatst nog van... die is een traject aan het volgen. Een coachingstraject. En die coach die geeft heel veel input. En die zei van... Nou, het is zo overweldigend soms. En jij geeft mij rust. En je geeft mij structuur. En dat vind ik zo fijn. Ja, dan... Daar gaat mijn hartje ook wel van de harte kloppen. Ja, toch? Ja, fantastisch. En je werkt voor een hele brede doelgroep. Hè? Je zei van, goh, waar heel vaak wordt geadviseerd, kies één doelgroep. Ben ik heel breed en ik merk ook wel, de vrouwen waarmee ik veel podcasts dan op heb genomen, de meeste hebben ook een brede doelgroep. En ik teach ook van, ja, je hebt een keuze, zeker in het VA-schap dus liggen de dingen toch wel anders dan in andere soorten branches. Nou, dat heb ik natuurlijk uitgebreid onderzocht. En je kunt ook zeker kiezen voor een brede doelgroep. Wat vind jij het mooiste in de samenwerking met klanten, omdat ze zo breed uit elkaar liggen? Je komt... Kijk, je weet waar je klanten in welke branche werken, maar die hebben natuurlijk ook weer te maken met verschillende soorten klanten, met verschillende soorten systemen. Het ene systeem werkt niet per se voor een ander ondernemer in een andere branche. Mm-hmm. Sommige branches hebben daar gewoon een eigen software voor. Dus die, ja, en dat vind ik ook gewoon heel leuk om mee te krijgen. Wat ik al eerder aangaf, ik vind het heel leuk om nieuwe systemen te ontdekken. Maar ook bepaalde kennis. Ik heb bijvoorbeeld een klant, er zijn twee dames, die werken met Ayurveda. Nou, ik wist van tevoren totaal niet waar het over ging. Maar in de tussentijd heb ik daar wel meer over geleerd. En het zijn echt twee ontzettend lieve vrouwen. En die hebben ook een podcast samen en trainingen samen, een community. En je leert daar zoveel van door de vragen die hun klanten dan weer stellen bijvoorbeeld. En de trainingen die ze online hebben staan. Ja, ik neem dan af en toe stiekem toch een kijkje in. Als een van mijn klanten een training online heeft staan, dan kijk ik dat stiekem toch altijd even in. Dus dat is wel heel leuk om ook meer kennis te krijgen van een bepaalde branche. En soms kom je ook leer je echt wel dingen die je van tevoren gewoon niet wist. En ja, krijg je misschien ook een hele andere kijk op bepaalde soort bedrijven, zeg maar. Ja, ja, absoluut. Je krijgt veel kijkjes in de keuken, hè? En het is voor jouw klanten ook heel fijn dat jij ook weet wat ze doen. Dat merk ik ook echt wel, dat heel waardevol is. Ja, ja. Ja, 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 zeker als je interesse toont in wat ze doen. En niet alleen maar dit zijn mijn werkzaamheden, dit hebben we afgesproken en dit hier hou ik het bij. Ondernemers zijn ook wel echt op zoek naar mensen die meedenken. En wat ik al eerder benoemde, de een die vindt het meer fijn op een manier van doe het maar eerst en overleg dan. Ja. En de andere die vindt het meer fijn van eerst even overleggen en dan doen. Maar het is onderaan de streep vinden ze het allemaal fijn dat je meedenkt. Meedenkt met een bedrijf. Ja.
je inzet om het te laten groeien. Echt onderdeel te zijn van het bedrijf, van het team. En zo ook meer vertrouwen te creëren. Want het is natuurlijk voor een andere ondernemer ook een kindje die ze ja, toch wel niet afstaan, maar wel ja, mee laten opvoeden, zeg maar, om het dan even in die termen te houden. Ik werk dan met name ook op een stukje administratie en een stukje met technisch support. Dus ook systemen waarmee ze werken. Nou, als je daar ineens gaat roeren, ja, dat vinden ze toch spannend. Of overhoop halen. En een kijkje in de administratie is natuurlijk ook heel spannend. In de cijfers. Dus het is ook heel belangrijk dat je dat vertrouwen opbouwt met een ondernemer. Ja. En dat doe je eigenlijk alleen maar door jezelf te zijn. Ja, en open komen. Zelf te blijven. Ja. En interesse te tonen. Ja. Mee te denken vooral. Ja, dat is eigenlijk wel waar ondernemers naar op zoek zijn. Meedenken. Ja. En ze kunnen dan wel of een klantenservice medewerkster of een administratief medewerkster of ja, wat voor een taak je dan ook doet, kunnen ze aannemen. Maar ja, is toch anders. VA's die denken toch wel meer na, zijn zelf ondernemen natuurlijk. Ja. Wat je natuurlijk ook in jouw training benoemt. Ja. En ook behamert. Ja. Ja, ik zeg altijd ondernemers willen met één. Dus dat is wel, ja, is wel mooi. Ja. Ja, dus niet alleen maar goede taken, maar ook gewoon, ik zie hier nog kans, of ik denk dat dit nog beter kan, of heb je hier alles aan gedacht. Ja, dat is zo'n meerwaarde voor het bedrijf. Ja. Ja, en dat wordt echt enorm gewaardeerd. Ja, dat is fijn, hè. Ja, dat is echt, nogmaals, dat is gewoon onbetaalbaar. En heb jij jezelf alles... Ja, voor deze stap die je hebt gezet, want je hebt natuurlijk je webshop, had je voordat je startte als VA, toen ben je VA-bedrijf gestart, je bent op het moment nog wat dingetjes bezig en hè, steeds proberen een weg te vinden in, ja, wat wil ik nou, wat kan ik veranderen, maar heb je jezelf ook al wel eens beloond met iets leuks of voor je inzet, voor alles wat je de afgelopen jaren hebt opgezet? Ja, zeker. Ik heb mezelf beloond op een vakantie. Dat was toen net na de scheiding. Ik zat toen nog, het was nog opbouwende, dat wel. Mm-hmm. Dus ik heb toen gezegd van, nou, nu heb ik de mogelijkheid. Nu ga ik eerst een week op vakantie. In die vakantie ben ik wel een beetje bezig geweest met het opbouwen van mijn bedrijf, van de BA. Moet ik eerlijk toegeven, maar dat vond ik juist heel fijn en prettig om te doen. En kijk, het is allemaal wel, het zijn wel beloningen geweest en ook materialistische beloningen. Maar die komen dan ook wel weer terug in het bedrijf. Ik heb bijvoorbeeld mezelf een nieuwe computer gegund. Maar ja, daar werk ik natuurlijk ook mee. Ja. Maar het zijn wel dingen die vanuit het werken als VA wel mogelijk werden. Ja. En ook wel de privé dingetjes dat ik heb kunnen doen. En ik vind het ook heel waardevol dat ik voor dierbaren kan zijn. En dat bijvoorbeeld mijn neefjes even een dag op sleeptouw kan nemen. Dat zijn ook beloningen, zeg maar. Ja. Beloningen hoeven niet altijd materialistisch te zijn, natuurlijk. Dus dat is voor mij ook heel waardevol. Heel, ja, echt, als ik dat soort dingen doe, dan heb ik echt wel een voldaan gevoel van, ja, dit is er gewoon mogelijk, omdat ik mijn eigen bedrijf run. Omdat ik zelf bepaal wanneer ik werk en hoe ik werk en waar ik werk ook vooral. Ja. En dat is wel heel prettig. Ja, ja, absoluut. Absoluut. Ja. Hey, en hoe kijk jij naar de toekomst van jouw ondernemingen en jouw leven? Waar hoop je op? Op een positieve manier. Ja. Ja. Nou, als ik naar mezelf kijk en naar bedrijven kijk, dan hoop ik in de toekomst ook iets meer passief inkomen te kunnen genereren. Zodat ik nog meer vrije tijd kan hebben. Omdat ik nu natuurlijk voornamelijk uitvoerend werk. Er zijn ook heel veel VA's die doorstromen naar business coach. Die zie je ook heel veel voorbij komen. Ja. Ik vind het leuker om bij VA te blijven, uitvoerend werk te doen. Dus dat wil ik nog een gedeelte doen. Maar daarnaast ook wat meer tijd over kunnen houden om
wat nieuwe dingen te ontwikkelen. Nieuwe producten te maken. En dan natuurlijk ook iets meer vrije tijd te kunnen hebben. Voor mezelf vrije tijd. Ja. Omdat ik merk dat het wel heel belangrijk is dat je daar ook aan denkt. En zeker ook als je gaat starten als VA. Kun je heel erg verliezen in het van ik wil dit opstarten en ik wil dat maken. En ik moet zus en ik moet zo. En iedereen heeft daar adviezen in natuurlijk. Maar niet alles hoeft tegelijkertijd. Nee. Daarin is ook heel belangrijk dat je jezelf erin niet verliest. En mm-hmm. Tijd voor jezelf neemt. Rust neemt. Ja. Zeker. Ja. Hey, en wat wil jij vrouwen nog echt meegeven die nu op het punt staan van waar jij toen stond en nog niet de keuze hebt gemaakt om te starten met je eigen bedrijf, maar wel het verlangen? Die vrouwen die dan net op dat punt zo staan om een doorbraak te maken, wat voor tips zou je ze nog mee willen geven? Gun jezelf de tijd. Maar pak wel de kans als die zich voordoet. Je hebt niks te verliezen als je start als eigen onderneming. Sommige vrouwen die starten een onderneming naast een baan- en loondienst. Ik ben dan natuurlijk met VA begonnen terwijl ik niet in loondienst zat. Dus er zitten ook wat verschillende situaties in natuurlijk. Mm-hmm. Maar durf het risico te nemen. Die negatieve gedachten zijn maar gedachten, is niet de waarheid. Nee. Dat wil ik ze meegeven. Heel mooi om af te sluiten. En als er vrouwen zijn die zoiets hebben van, hey, ik herken mij in haar situatie. Of ik wil daar wat meer over weten. Of iets dergelijks van hoe ik dat heb aangepakt. Dan moet ik natuurlijk altijd contact opnemen. Ja. En waar kunnen ze jou dan vinden? Op mijn website. Dus www.petersrit-vbs.nl. Of op social media, zelden. Ja, super. Heel erg. Elk kanaal waar je me ook überhaupt op kan vinden, daar mag je contact op nemen. Ja. Mandy, heel erg bedankt voor het delen van jouw verhaal. En super leuk om jou weer gesproken te hebben. En om jou weer na zoveel jaren weer tegengekomen te zijn via contact van mij. Ja, super leuk. Ja. Heel veel succes nog, heel veel plezier met het voortzetten van jouw VA-bedrijf. Al het moois wat nog mag ontstaan. Dankjewel.